Suus en ik zijn tijdens onze wereldreis beland in Nepal. En zo komen we terecht in de stad Pokhara. Een plek waar je naartoe gaat voor één ding. En dat is een tocht naar het Himalaya-gebergte. De hoogste bergen ter wereld. Dat gaan wij dus ook doen. En niet met zomaar iemand. Maar met dé specialist die je hier kan vinden op het gebied van trekkings. De man wordt ook wel Mr. Happy genoemd. Van Happy Tracks Nepal. Die man daar met die grote lach. Dat is hem. Mr. Happy runt een klein bedrijfje en organiseert voor weinig geld de beste tracks naar de Himalaya. En goed om te weten is dat een deel van je geld rechtstreeks naar de lokale bevolking gaat. Om bijvoorbeeld scholen te kunnen bouwen. Voordat we beginnen aan een zware driedaagse tocht naar de Himalaya, komen we eerst nog even bij in een heerlijk hotel. Dat we hebben gekregen via onze gids. En ik moet erbij zeggen, dit is het mooiste hotel van Pokhara. I got this feeling, it's in my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. All through my city, all through my home. We firing up, no ceiling when we in the zone. I got that sunshine in my pocket, that good soul in my feet, that hot blood in my body. En dit is de kamer waar we slapen, jongens. Ik moet eerlijk zeggen, dit is misschien wel de mooiste hotelkamer van onze hele wereldreis. En dan heb ik het niet eens over de prachtige binnenkant. Nee, ik heb het over een fantastisch uitzicht hier op de Himalaya. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Ooh, there's nothing I can see. Het is wel grappig om te vertellen, we lopen met Mr. Happy door de straten van Pokhara. En overal roepen de mensen, hey Happy! Hij is behoorlijk populair. De auto brengt ons naar de start van de hike. Daar moeten we eerst nog wat papierwerk invullen. Het zogenaamde TIM-systeem houdt nauwlettend in de gaten dat er geen trackers verdwaald raken. Nou jongens, pak je staatsloten er maar bij, want het is tijd voor de trekking. En we beginnen hier in Nayapul, beetje flauw grapje. En we lopen vandaag naar Gandruk. Doen we zo'n uurtje of zes over en dat is de eerste etappe van onze hike naar de Himalaya. We hebben trouwens nog een achtervolger die ook meegaat met de trekking. Het lijkt misschien niet eens zo lekker weer, omdat het een beetje bewolkt is. Maar ik moet je eerlijk zeggen, thank God. Want als het hier echt zonnig was geweest, dan lag hier een plasje op de grond met een petje erop. Bloedheet is het. Het is nog steeds 30 graden. En het is net te doen. Zo vanaf halverwege de eerste dag lopen, kom je bij een paar duizend traptreden. En dan niet gewone trap, maar echt rotsblokken. En dan kan je zeggen, het lijkt of ik heb gezwommen in een waterval. Maar dit is eerlijk zweet, jongens, van keihard werken. Kijk jongens, dat is nog eens geluk. We zijn net 5 minuten aangekomen bij het hotel en dit is het weer.
uitzicht is ook fantastisch. Maar dat komt straks wel. Jongens, het is pas 5:00 in de ochtend. Maar ik heb gehoord dat je nu het beste kan kijken naar de bergen. Dus dat gaan we doen. Zoals je ziet hebben we geluk. En zien we 6 van de hoogste bergtoppen van wel 7000 meter. Wij ontbijten Gurumbret. Ja, en bedankt voor die informatie, Suus. Het is tijd voor dag 2 van de hike. En we verlaten Gandruk, waar we een prachtig uitzicht hebben gehad op de Himalaya, om door te lopen naar Australian Base Camp. En dat ligt helemaal aan de overkant van deze bergpas. We gaan een heel stuk naar beneden en dan weer een heel stuk omhoog. Het belooft een zware dag te worden, maar ik heb er zin in. Vandaag lopen we door de mooiste vallei die ik in mijn leven heb gezien. En wat is het bijzonder om te zien hoe de mensen hier leven. Ik zei natuurlijk gisteren dat het wel meevalt als het een beetje bewolkt is. We hebben vandaag dus volle zon. Dus dat plasje met dat petje erop, dat ligt hier. Even kijken of we nog een snoepje over hebben voor de jongens. Ja? Oké. Okay. One for you. Chocolate. One for you. I don't have chocolate. It's candy. Yeah, no. All one. Dan is het inmiddels zo'n 35 graden. Hadden we maar een manier om af te koelen. Aangekomen bovenop de berg en we zitten nog 300 meter hoger dan waar we gisteren sliepen. Maar we moeten nog een klein stukje verder naar Australian Base Camp, want daar slapen we vanavond. En het uitzicht is in ieder geval fantastisch. Nou, we zijn aangekomen bij ons eindpunt voor vandaag, het dorpje Machapuchre. Maar het staat inmiddels beter bekend als Australian Base Camp. En dat komt omdat hier bijna niemand kwam, tot een stel Australiërs ontdekte dat hier een fantastisch uitzicht te zien was. We deden zo'n 8 uur over vandaag en het was een pittige trek. Maar het is hier echt spectaculair. Het is wederom 5:00, jongens. Maar als je wat moois wil zien hier in Nepal, dan moet je vroeg opstaan. Dus we gaan lekker kijken of we de berg al kunnen zien. Let's go.
Hierboven voel je je behoorlijk op het dak van de wereld. Wat een geweldig eindpunt van onze hike. Ja, want helaas is het alweer tijd om terug te komen op de aarde. Maar onze gids wil nog wel even iets zeggen. Hou je van avontuur? Kom naar Happy Tricks Nepal.